Op lantaarnpalen in Amsterdam en Nijmegen hangen deze stickers met QR-codes die het bestellen van drugs kinderlijk makkelijk maken. Welkom op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dit is Once Upon a Timeline, het programma waarin we elke dag de geschiedenis van vandaag induiken. Het is dinsdag 1 november en op deze dag is door de eeuwen heen geschiedenis geschreven. Geschiedenis is eindeloos en onuitputtelijk. Grote gebeurtenissen, kleine revoluties, absurde verhalen en opmerkelijke toevalligheden. Dit is de geschiedenis van vandaag. Yersinia Pestis dood in de 14e eeuw meer dan 75 miljoen mensen. En op 1 november 1348 komt deze sluipmoordenaar aan in Londen. Ik heb het over de pestbacterie, ook wel de zwarte dood genoemd, die door de eeuwen heen nog wel honderden miljoenen mensen het leven zou kosten. Wat de mensen in die tijd nog niet weten, is dat de zwarte dood door een bacterie wordt overgebracht. Die bacterie is afkomstig van een vlo. Een vlo die het bloed van een besmette rat heeft opgezogen. Als je door zo'n vlo gebeten wordt, kan je zelf ook besmet raken en de pest krijgen. Precies 222 jaar later, op deze dag in 1570, is de allergrootste vloed die ons land ooit heeft gezien. De Allerheilige Vloed. De hele Nederlandse kust, van Vlaanderen tot aan Noordwest-Duitsland, ligt onder water. En kost 20.000 mensen het leven. Die Allerheilige Vloed die slaat een gat in de duinen en die zorgt ervoor dat Texel loskomt van het vasteland. En die naam, Allerheilige Vloed, is er natuurlijk niet zomaar. Het is vandaag namelijk Allerheilige. Een feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke Kerk worden herdacht en vereerd. Hier zet iedereen zijn handtekening onder het Verdrag van Maastricht, waardoor exact 29 jaar geleden de Europese Unie in werking treedt. Dit verdrag is de basis van onze huidige euromunt en de reden waardoor we nu vrij door de EU kunnen reizen. Maastricht of niet, op andere terreinen gaat de integratie van Europa door. Over een paar dagen, op 1 januari, gaan de slagbomen naar de grenzen definitief open. De douane kan naar huis. 25 jaar geleden gaat een iconische film in première, de Titanic. De film over de zinkende cruiseboot had een enorm budget, $200 miljoen, en was daarmee de duurste film ooit. En die investering, die loont, want de film haalt als eerste aller tijden een miljard binnen. You know, this is all sort of new to me. I've taken sort of two roles that have definitely like jumped up my popularity for whatever reason. So I'm adjusting to it all. I mean, it's cool, but we'll see how it is. En dat record is pas in 2010 door dezelfde regisseur, James Cameron, verbroken met de Disney-film Avatar. In 1922 ontstaat er een nieuw beroep in de rechtbank. De kinderrechter is vandaag 100 jaar. Kinderen tot 12 komen nooit voor de rechter. Maar ben je tussen de 12 en de 18 jaar, dan is er voor jou een speciale kinderrechter die precies weet wat er bij kinderen speelt en wat langer bij je zaak betrokken blijft. Het is vandaag de Dies Natalis, oftewel de verjaardag, van de Anton de Kom Universiteit in Suriname. In 1968 opende ze haar deuren als de Universiteit van Suriname. Maar in 1983 werd ze, ter ere van de Surinaamse volksheld en anticoloniale schrijver Anton de Kom, omgedoopt tot de Anton de Kom Universiteit. Altijd lessen te trekken zijn uit de geschiedenis. Even een blik op het nieuws van vandaag. De opvolgers van S10 zijn gekozen. Mia Nicolai en Dion Cooper mogen dit jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Mocht je ze nou nog niet kennen, dit zijn ze. I wanna play. Staying on blade, that's not a way. Not a way. In de categorie dierennieuws blijkt de wolf vandaag trending. Landbouworganisatie LTO komt in actie tegen de wolvenexcursies van natuurmonumenten. Hoe anders was dat voor de zeehonden, die in 1971 dreigden te verdwijnen uit Nederland, maar door die iconische zeehondenmoeder Leni het Hart werden omarmd in haar zeehondencrash. Als ze dus eerst komen, krijgen ze havermoutenpap, hè? Aanstellen.
kunnen dus zelf nergens op sabbelen of drinken, dat wil niet. Je moet echt ter maagslang. Maar nu krijgt hij dus al een klein beetje vis. Dat is voor de overgang van de moedermelk op visvoeding. Ze eten op het ogenblik al een kilo haring per dag. En dat wordt straks dus eerst 2 kilo en dan nog meer. Deze brutale stickers beheersen vandaag het nieuws. Op lantaarnpalen in Amsterdam en Nijmegen hangen deze stickers met QR-codes die het bestellen van drugs kinderlijk makkelijk maken. En daar is deze vierkante streepjescode door zijn Japanse bedenker in 1994 vast niet voor bedacht. When a Japanese engineer by the name of Hara Masahiro, who made barcode scanners for a living, learned of the problem, he set about solving it. Together with his team, Hara developed a two-dimensional barcode in the shape of a square, effectively tackling the issue of limited data capacity. Taking inspiration from how skyscrapers dot a city line, he also used squares in the corner of QR codes that would allow scanners to recognize QR codes instantly. Once Upon a Timeline duiken onze verslaggevers een historisch verhaal in. En elke werkdag zie je hier het resultaat. Met een borrel op achter het stuur gaan zitten is niet bepaald veilig. Dat weten we nu allemaal wel. Maar voordat er in de jaren 60 onderzoek naar gedaan werd, eigenlijk nog niet. Daarom wordt in 1974 in de VS de anti-alcoholwet ingevoerd. En vanaf dat moment is drinking and driving not done. Anouk en Erben maakten hier een reportage over. Op 1 november 1974 was het zover. Glaasje op, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden. Het is pas vanaf dat moment dat er een wettelijke max is aan de hoeveelheid glazen alcohol die je gedronken mag hebben voordat je achter het stuur stapt. En daar waren op zijn zacht gezegd een heleboel Nederlanders niet zo blij mee. Onherroepelijk strafbaar, zegt die 1 novemberwet, als je 0,5 promiel alcohol of meer in je bloed hebt. De nieuwe wet verplicht u bij aanhouding tot een blaastest. Wanneer zat u voor het laatst met een glaasje op achter het stuur? Oh, dat is echt al heel erg lang geleden. Met te veel of te weinig? Misschien toen ik jong was, 18, 19 jaar. Maar verder niet. Met te veel, dat is denk ik wel iets van 15 of 20 jaar geleden, denk ik. Door verkleuring van het blaaspijpje wordt aangegeven hoeveel alcohol er in uw bloed zit. Van die hoeveelheid hangt af of er een bloedproef wordt genomen. De rechter kan u voorschrijven 3 maanden de gevangenis in en 5 jaar je rijbewijs kwijt. Drinkt u ook wel eens een glaasje voordat u achter het stuur? Achter het stuur niet. Een glaasje op achter het stuur? Nou, dat is heel lang geleden, want ik drink al een hele tijd niet meer eigenlijk. Ik denk wel dat er makkelijker naar gekeken werd vroeger. Ja, ik moet een klein stukje met de auto inderdaad. Maar u heeft gedronken, u rijdt toch? Nou ja, dat heet gedronken. Ik heb een biertje of 10 en een paar glazen wijn op of zo. Heeft u het idee dat campagnes zoals Wie is de Pop, dat bijdraagt? Mensen hebben gewoon hun eigen verantwoording, vind ik. En dat hoeft niet allemaal drie gepompt te worden door een of andere campagne en dat soort dingen. Ik denk het wel. Ik denk dat de nieuwe generatie zich bewuster is dan de oudere generatie. Ik vind, je moet je eigen verantwoording nemen. En als je dat niet kan, dan moet je gewoon niet drinken. We mogen niet mopperen, want een hoop mensen, vrouwen hebben een rijbewijs, geloof ik. Hè? Ze nemen vandaag de dag de vrouw mee? Nemen de vrouw mee, ja. Hoe valt het nou dat u uw eigen vrouw moet meenemen? Nou, zal ze moeten wennen. Helpt u wel eens bij iemand in een auto die iets heeft gedronken? Ja, in het verleden is dat gebeurd. En hoe kijkt u daar nu op terug? Nou, ik vond het toen al niet echt relaxed. Maar dit is natuurlijk wel het ding, hè. Ik heb geen rijbewijs. Dus ik kan niet zeggen van, joh, schrijf eens op. Nou, maar dan, als u aangehouden wordt, dan bent u de klos. Nou ja, goed, dan ben je rijbewijs klaar. Dat is inderdaad verdomd vervelend. Dit was Once Upon a Timeline online van 1 november. Tot morgen. Wil je nou nog meer leuke content zien? Klik dan op een van deze video's.